Het scheelt dat ik deze Tapu Koko kan hypnosesussen. Hypnosesussen? Ja. Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Ultra Moon Avatar Lock Randomized samen met Sander van Gaming SB. Ik wil wel dat je me nu aanspreekt met favoriete politicus vanaf nu. Oh god. Ja, dat moet. Nee, je zal straks snappen waar dit op staat. Oké. Ja. Ik heb in ieder geval de TM voor Glare gevonden. Ik ga eventjes iets bekennen. Oh god. Ik heb een superster in mijn team. In plaats van de Venomoth. Waarom? Ik heb al zowel een Bug typing als een Poison typing in mijn team. En ik wil ook gewoon graag Flying type. Oké, nou. Dus, vandaar. En ja, ik zat in mijn box te kijken voor die Bellsprout waar we het vorige aflevering over hadden. Ja. En toen zag ik deze en toen dacht ik, wat? Waarom heb ik geen fucking Staravia in mijn team? Die is fucking goed. Mm-hmm. Ja. Staravia! Ik kan hier ook een Clever vangen. Ja, gaan we dus niet. Cleffa, ja. Cleffa is fairy. Ja, ik kan voor de grappen. Maar Cleffa is fairy in deze game. Dus ik kan hem ook niet vangen. Nee. Of mag ik als... Jawel, nee. Nee. Wie mag dan wel fairy? Niemand. Ja, of de air. Oh ja, ja, ik ben water. Ja. Ik was eventjes in de war. Helemaal in de war. Oké, ik ga gewoon... Die kant op. Ik heb dus wel een risico, want ik heb nu één level 3 Pokémon bij me. Ja, dat maar een klein risicootje, maar... Ik bedoel, ik heb maar 4 Pokémons bij me. Wat? Zo weinig? Ja, omdat ik de rest nog niet per se in mijn team wil, zeg maar. Ja. Ja, oké, ik zou dan denken, neem die gewoon mee. Tenminste, dat is hoe ik het doe, maar... Ja. Oh, ik kan deze sticker pakken. Wacht, heel eventjes hoor. Oh, ik kan die sticker niet pakken, nevermind. Haha. Ik weg. Ik denk, daar kun je makkelijk overheen stappen, maar nee hoor. Je moet helaas. Pers van de andere kant. 2 totem stickers. Poch. Oké, welke Pokémon moet ik vangen? De enge battle doen. Oh, met die lelijke Slurpuff op de achtergrond. Ik vind dat echt een lelijke Pokémon, sorry dat ik het zeg, maar... Nou ja, daar heb je op zich wel gelijk in. Ik kom een Meryl tegen, die mag ik helaas niet vangen. Oh, die mag ik wel vangen. Mag ik die? Ja, zeker. Jij bent water. Oh, of je hem ook echt mag. Ja, ik ja, hoop maar voor... kunnen we die niet ruilen of zo? Ik ben nou wel geliefd. Maar nee, maar ik hoop wel dat je die tegenkomt. Ja, ik ook. Dan noem ik hem weer Milan. Ja. Net als in mijn Shufflepuff. Al is dat niet voor lange duur, maar goed. Ik moet zeggen, sinds ik in de afgelopen stadje ben aangekomen, ben ik geen Pokémon meer tegengekomen die ik mag vangen. Alleen maar andere types. Oh, hoe is dat? Ja, dat is gewoon toeval, denk ik. Oh, een Simsage. Dat is zo'n api, alleen dan de grasvariant. Ik zou zeggen, a burn it alive. Een Spritzy. Dat zou ik ook zeggen als ik een burning ding had. Maar die heb je niet. Die heb ik niet. Dan kan ik misschien best Furry Cutter. Is een bug type move. En dat is Stab. Dus dan op Steenboy. Dat zou oftewel Armaldo. Oeh, een Solrock. Die is toch Psychic Rock? Ja. Of is die alleen Psychic? Nee, die is ook Rock. Nice. Dat weet ik zeker. Gaan we proberen hem te verzorgen. Oh ja, als het nu niet zo is, hè, dan haat ik mezelf. Nou ja, dat kan gebeuren. Nee, vind ik niet. Ik zal niet boos worden. Oh, bijna een one-hit KO. Nou, als hij nou eventjes niet C-bomb doet. Oeh, als hij een crit krijgt, kan hij me killen. Nu is de vraag, ga ik healen? Oh, hij wou fire spin doen en ik heb flash fire. Dat betekent dus dat hij Solrock fire spin heeft. Dat is wel chill. Ja, en ik heb nog nooit van mijn leven een Solrock gebruikt. Nee, jij wel. Ook niet. Eigenlijk. En Lunatone eigenlijk ook niet. Nee. Ik heb wel, volgens mij is Solrock wel echt
redelijk goed. Want ik ken wel iemand die ik volgde op YouTube die het wel, zeg maar. Oké. Okay. En toen was hij best goed. Oh, Seabomb, niet crit, niet crit. Want ik ben nu nog meer geloot in de fans. Oké. Okay. Nou, straks sowieso eventjes switchen wat er ook gebeurt. Of heeft deze gast maar één Pokémon? Je bent mijn superster, mijn rockster, je bent mijn beste vriend. Hij is level 8 al. Holy damn, dat gaat... Ken je dat liedje niet? Er is zo'n liedje van... een of andere... Oké. Ja. Maar het zegt me niks. Dat ging op een gegeven moment ging dat echt heel viral. Alleen dat is zo lang geleden. Nou, het zegt me wel iets, alleen... Ik weet niet precies wat, zeg maar. Ik heb het wel eens eerder als soort meme gehoord. Ja, dat zou goed kunnen. Hé, ik heb de Soul Rock, hoor. Mijn superheld is het zelfs. Oh. Ah, dus niet superster. Het is superheld dan... Ja, wacht. Ik heb... Kun je niet gewoon... linkadres kopiëren? En je hebt een Discord berichtje misschien mogelijk. En met de meme. Dan ga ik die zo meteen eens bekijken. Ik ga eerst... Hoe denk je dat ik Solrock ga noemen? Solgaleo. Nee. Dat is wel echt een naam voor mij. Ja, precies. Zeker omdat ik Solgaleo in mijn team heb natuurlijk. Dat wist ik niet eens meer, maar... Nee. Ik bedoel, ja, dat wist ik. Tuurlijk. Nee, ik heb Wie hem... weet dat maar niet. Ik heb hem Tate genoemd, van Tate en Liza. Oh, dat vind ik wel leuk. Ik ga zo'n hypnosis doen. Oh, hij gaat withdrawen. Wat een hater. Het scheelt dat ik deze Tapu Koko kan hypnosisussen. Hypnosisussen? Ja. Oeh, zo'n reflect, dat zorgt ervoor dat je defense heel hoog wordt, toch? Volgens mij wel. Om physical attacks, misschien moet ik dat wel gaan doen. Misschien eerst op zo'n Lychee, dan krijgt hij al standaard damage en dan... hij doet zo'n full heal. De ability van Solrock is simpel. Ik weet niet wat... Zorg dat er niet voor dat die nooit... super effective heeft. Oh, ik dacht dat die dat simpel slecht was. Even kijken. Ja, dat is het ook. Dat die nooit super effective... De stat changes the Pokémon received are doubled. Dus stel ik boost zeg maar mijn special attack of mijn attack. Dan... stel ik boost mijn attack. Dan is het niet plus 1 maar plus 2 zeg maar. Ja, maar als jij dus gelowered wordt is het min 2. Ja. Dat wel, ja. Dat is vooral een dingetje. Dat klopt, maar het kan dus ook positief zijn. Dat is waar. Ik denk... Ja, het is wel risky. Ja, ik moet hem gewoon meteen switchen als hij genurfd wordt, zeg maar. Ja, precies. Dus, oké. Okay. Oh, hij is weer asleep. Hij heeft vast niet nog een full heal, toch? Fast asleep, ja. Topper. Ja, mooi. Oké, Uproar. Hoeveel doet dat? Ben jij nu tegen Illum aan het vechten? Hop, ja. Ah, top. Hij woke up ook direct gewoon. Beetje sad. Ja, zeker, want... Nou, het scheelt dat ik door de lead sheet, zeg maar, health regain. Oké. Okay. Maar anders was dit echt heel risky geweest. Mm. Aangezien dat een continuing move is, zeg maar. Oh ja. Maar ik heb het overleefd. Ik ben trots op je. Tapu Koko. Wing Attack. Volgens mij krijgt Staravia echt super snel XP. Want hij is nu alweer level 10. Dat klopt. Staravia krijgt ook heel snel XP. Net als Pidgey bijvoorbeeld. Die krijgt ook altijd heel snel XP. Ah, precies. So, watch out is dood. Trouwens, nu je het woord Piggy zegt. Het doet me denken aan een tweet. Er was laatst een tweet van... welke van deze vier Pokémon zou je evalueren als je maar één keer mocht traden? En dan zag je Graveler,
Je zag Machoke. Je zag... Kadabra en nog een andere. Oh ja, Hunter. Ja. En ik zag dat en ik denk, ja, dit is mijn kans. Dus mijn reactie was... Graveler. Ja, ik zag hem. Even weer, want dan weet ik hoe... Want dan kan ik de naam in ieder geval van iedereen uitspreken. Ja, dat zag ik. Ik vond het wel... Volgens mij heb ik die ook geliked. Volgens mij vond ik die grappig. Ik denk, dit is top. Dit is gewoon mijn moment om te shine. Oh, hij is ghost zeker. Oh nee, hij is geen ghost meer. Nice. Oké, ik weet nu niet waar we wel naartoe moeten. Maar ik heb nu Illumelala verslagen. Ah, dat is mooi. Dat je Ilama hebt verslagen. Is het niet gewoon Lama? Nee, het is Ilama. Het is I-L-A-M-A. Waarom lijkt het dan op een L? Omdat de hoofdletter I op een L lijkt. Ja. Klinkt logisch. Het is zelfs best logisch. Ja, we moeten gewoon naar boven schijnbaar. Dat is wel hier, kijk, ik leer Rock Polish. Oeh, dat is wel gunstig dan. Dat kan sharply de stat racen. De speed stat racen. Dus als ik dat één keer doe... Dat en hij... is al twee keer. Ja, en dat is keer vier. Nog. Holy damn, ja, dat is dan wel echt goed. Maar die zou ik wel leren. Zeg maar, normaal zou ik het niet zo gauw doen, maar... Ja. Oh, bedankt dat ik gratis geld krijg. Ik ga even revise verkopen. Kun je wel verkopen, toch? Ja, zeker. Ik zou dat ook doen. Daar zijn revives voor gemaakt. Ja, vooral in Nuzlocke. Yep. Dat is gewoon free money. Oh, de hele menu ziet er ook anders uit volgens mij. Of ik ben gewoon menu van dingen gewend. Nee, het ziet er ook anders uit. Ah, oké. Okay. Bijna alles ziet er anders uit. Qua UI dan. Ja, de rood onderin niet volgens mij. Om eventjes heel kut te gaan doen. Nee, oké. Okay. Hey, ik geef in ieder geval toe ik moet tegen Lunala. Ik heb al zoveel legendarissen tegen me gehad. Dat is niet te geloven. Dat is wel balen. Hij probeerde teleport te doen. Wat een circle. En ik won het KO met bite. Dat was een anticlimax. Net als onze finale van de vorige aftalog. Dat was ook een anticlimax. Daar hebben we het niet over, toch? Route 2. Oh, jij zit waar alles keer 2 is. Ja, jij bent echt heel dichtbij me nu, dus dat is wel fijn. Je loopt bijna niet meer achter. Oh, zo'n Simsage. Ik weet niet of die moeilijk te vangen is, maar... Als hij makkelijk te vangen is, zou ik het wel doen. Ik zou zeggen, probeer iets. Speedbom, oké, dat gaat niks doen. Ja, zie. Doltje. Snelle bom. Doe nou even, wat? Ik zei snelle bom. Ja, maar het was seedbom. Oh, seed, terwijl ik dacht zaad. Speed. Nou, dat mag ook. Speedbom, die aanval ken ik niet. Die bestaat ook niet. Die bestaat ook helemaal niet. Ik lulde ook maar wat. Hier kan ik een Pokémonster tegenkomen. Wat is weet je dit? Weet je wat ik altijd irritant vond? In de Nederlandse anime zeggen ze dus zowel voor Quick Attack en Swift. Hebben ze dezelfde snelle naam. Aanval. Ja. Ja. Dat ik denk, ja, ey. Dat is niet hoe het werkt. Waarom doe ik Uproar? Dat weet ik niet. Debiel, nu is hij dood. Waarschijnlijk de volgende attack. Oh, Malueta, maar die mag ik niet vangen. Oh. Dat is? Psychic Fighting of zo? Nee, dit is de Grass versie. Dus volgens mij is die Psychic Grass. Oh. Maar ik heb nog nooit... Want als die Fighting was, mocht ik hem wel vangen. Maar dit was de Grass versie. Ik snap het ook al niet, maar... Ik denk, van alle mensen mag die juist vangen. Van alle mythicals is dat misschien wel de laatste waar ik aan zou denken. Ja, dat snap ik. Een Shelgon. Ja, die mag ik niet. Die is drakig. Ja. Kan ik runnen? Dank je. Ja.
wil gewoon even zo'n Pokémon die ik mag vangen. En die ook nog eens leuk is om te vangen. Furret is echt cute. Debra, Furret? Ja. Yeah. Ja, ik heb hem nog niet gezien, de sprite in deze game. Kadabra heeft Fairy Aura, oké. Okay. Kadabra! Oh, hij doet... Oh, ik kan niet escapen, maar hij doet vervolgens wel teleport. Nee, oké, okay, nee, dat... Erg logisch weer. Ja, ja, op zich. Kom op, geef hem zo'n Ice-type. Simsage. Ik vind hem best om een Grass-type te hebben, maar... Ik wil eigenlijk zo'n Ice-type, als het kan. Ja, dan vind ik dat deze gast nog best... Ja, dan moet ik die wel vinden. Oh, oh, werkt dat zo? Oh. Ja, jij hebt ooit gezegd van... Hé, zal doen een afterlock met me? Dus ik denk, jij snapt hoe het werkt, maar... Oh, ja. Niet. Dat is kind of cringe, bro. Kind of cringe. Team Skill, nee, kinda, yo, eigenlijk. Wat? Sorry? Ik zei Team Skill, yo, yo, yo. Yo. Ik denk niet dat ik veel anders dan Kadabra, Simsage en Shogun ga vinden trouwens. Kadabra. Oh, hij kan ook Confusion, deze Kadabra. Hij is level 7, hoezo kan hij ook Confusion? What the fuck? Oeh, een timerbal. Misschien het best naar een Steel-type gaan. Wacht, Psychic is toch... Ja. Ik dacht even, oh nee, wacht, dat is in deze gen niet meer, maar dat is alleen met Dark zo, op Steel. Dus. Ik moet weer tegen Team Skulletjes. Team Skull, ja. Lawrence. Dat is het leven. Oeh, Lawrence. Remoraid. Oh, ik mag hem niet vangen, maar ik kom een Mew tegen. Ah, oh, zuur dat je die niet mag. Waarom heb ik niet gewoon... hoe heet het? Flying type gekozen. Dat weet ik niet. Reflect type? Nog nooit van die aanval gehoord. What the fuck? Oké. Okay. Oh, kut. Nu deed ik leer. Dat was niet de bedoeling. Nou, misschien moet ik even kijken welke Pokémon de meeste snelheid heeft in plaats van... Ja... Dit werkt ook. Dit werkt ook. Weet je wat? Ik ga ook niet meer naar Pokémon zoeken, want... Ik word alleen maar depressief van elke Pokémon die wel cool is, maar ik niet mag vangen. Ja, zoals ja. Shogun, Kadabra en Mew. Ja, snap ik. Die ik allemaal wel mocht vangen. Ah nee, Shogun... Ja, Shogun ook, want die heeft geweerd in Stellaman. Dus die mocht ik allemaal vangen als ik gewoon niet de foute keuze had gemaakt. Als ik gewoon de last airbender was. En dan denk ik zo van woesh. Ja, precies. Maar ja, jij koos voor wat anders. Een mega? Oh, fuck. Ja, moet je denken aan mega. Volgens mij is het een mega Venusaur. Ja, dit is niet een normale, toch? Nee, dit ziet er te anders uit. Oké, okay, ja, dan is het een mega. Ik denk dat ik de normale wel herkend had, namelijk. Nee. Oké. Doe zo'n wing attack. Kaka! Want dat is super effective, heb ik ooit gehoord. Doet het ook wel, want de game zegt ook dat het super effective is. Deed het ook veel damage? Nou, de helft, dus. Oh, dat is wel netjes. Okay. Oké, er is weer zo'n leveltje omhoog. Twee levels. Huts. Oh, komt dat omdat hij mega is, dat hij dan ook meer XP geeft? Die kans is groot, ja. Ja, die kans is wel groot. En natuurlijk dat Venusaur sowieso al veel XP geeft, omdat het natuurlijk een derde evolutie Pokémon is. Oh. Ja, dat is sowieso waar. Maar... Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe dat zit, want normaal... als je mega evolved, ik weet ook niet of je daar extra voor krijgt. Weet ik eigenlijk ook niet. Was beter Bubbel. Ja, dan is Bubbel haast nog beter, want die heeft meer PP. En de rest is allemaal hetzelfde, dus... Ik had nooit gedacht dat ik dit zou zeggen, maar ik ga Water Gun niet leren. Heeft die ja, dat is wel nieuw in deze game, hè? Dat Bubbel dezelfde... dezelfde hoeveelheid heeft als... Nee, dat was in X en Y ook al, want toen werd ik zo boos over hoe weinig...
Watergun deed. Maar dat was vroeger niet zo in de oude games, toch? Nee, Watergun was echt goed. Dat was 60, minimaal. Oh, deze mag ik vangen. Nice. Toch? Mag ik een keer hem vangen? Kermis Dragon, ice. Maar ook ice. Ice, ja, ja, het is ja, ice. Ja. Er is alleen één probleempje. Oeh. Waarschijnlijk. Ah nee, lichtpuntje is denk ik not... Is hij is ice not very effective tegen, denk ik. Oeh, choice packs. Wauw. Op... Nee, ice is niet super effective op water. That's not very effective. Het moet wel. Dat klopt. Ik zit alleen met hoe ga ik deze gast ooit vangen? Met een bal. Oh, doe je dat zo? Ik kan supersonic, als... daarna Thunder Wave. Als je wint, dat reduces accuracy? Oh nee, speed. Oké. Okay. Dat vind ik dan nog, dat heb ik liever dan accuracy. Oké, dan doe ik nu zo'n Thunder Wave. Hij is confused. Oeh. Hij hit dan wel zichzelf, dus dat is chill. Ja, ja, ja. Oké, nu is de vraag. Ik kan een bubbel doen. Ik ben 3 levels hoger en hij is een legendary. Dat zal al niet zoveel doen, toch? Dat lijkt en mij niet, nee. Maar. Want het is water tegen ijs. Oh ja, dan moet je dat, kan je dat zeker doen. Ja, dat kan ook. Vraag was even... Ik dacht dat het meer zou doen eigenlijk. Okay. En ik denk, ja, als hij dan zichzelf hit, dat, dan is het misschien dood. Maar dat valt echt hartstikke mee. Oké, als ik hem maar eventjes in het geel krijg. Ik hoef hem niet eens in het rood, want dan gaat hij straks zichzelf waarschijnlijk vermoorden met confusion. Dus... Dat moeten we ook weer niet hebben. Nee, precies. Icy Wind doet ook nog eens niks tegen mij, dus dat is ook gewoon heel chill. Nou, nu is het echt, dan gaat het echt om de pokeballs. Yep. Dragon Rage. Ah, shit. Oeh, Dino. Hij heeft Dragon Rage. Dus mijn lichtpuntje is dood. Okay. Alleen, het nadeel is dat al mijn andere Pokémon zijn weak tegen ice. Dus ik ben bang dat ik niet eens zozeer doodga aan de Dragon Rage, maar aan de Icy Winds. Ja, en precies. En wel, dat is kut. Dus, ik kan een aantal Pokéballs gooien. Ik heb Arbok. Die is in principe niet... hoe heet het? Als het goed is, is die niet... slecht tegen... Perfect. Ja. Dus, zolang... Armbok nog leeft, ga ik dat doen, anders ga ik gewoon runnen. Ice Wind, hoeveel doet dat? Oeh, dat doet 10 damage. Oké. Ik had wel één shake net, dus. Dan hoop ik dat je hem krijgt zo, want een Kyurem zou heel nice zijn. Ja, precies. Imprism. Oh shit, betekent dat ik niet weg mag rennen? Dat zou zomaar eens kunnen. Of dat je in ieder geval niet kan switchen. Oké, okay, Imprism. Ik ga nu eventjes goed lezen wat hij doet. Shield any moves. Het gaat te snel voor mij. Ik ben geen snelle lezer. Oef. Oh, Dragon Rage. Ah, dan weet je in ieder geval dat je de Pokémon nog houdt. Got away safely. Phew. Okay. Okay. Nou, ik heb al mijn Pokémon nog. Ze zijn dood gegaan officieel. Maar door de Dragon Rage Claws mag ik ze behouden, gelukkig. Dat, daar ben ik wel blij mee. Ja, dat snap ik. Anders was je alweer een hoop Pokémon's kwijt nu. Ja, dan was ik 3 Pokémon meer verloren. Mm-hmm. Maar ja, dat is in een randomizer altijd eigenlijk niet te doen. Nope.
Dat is het lastige van legendarische vangen, dat ze zo moeilijk te vangen zijn. Ja. Ja, ik had ook... Ah, spoiler, shit. Dat krijgen ze zo ver van tevoren alles ja. Omheen. Dan wil ik iets zeggen, maar dat is spoiler. Kan je... Maar goed, boeien Ruud. Ik kwam op een gegeven moment een Articuno tegen. En toen was ik echt ook al zo van, fuck. Ja. Yeah. Kom een Articuno, ik ga hem nooit kunnen vangen. Zeker niet in Fire-Red en Leaf Green. Nee, precies. In latere games zou je nog kunnen denken. Maar, ja. En ik had ook nog geen Great Balls, want het was nog voor de derde gym. Mm, yeah, dat is wel echt, echt genaaid. Dus ja. Weet jij welke type een paarse of een roze Oricorio is? De roze is, ik denk, Fairy. Of Psychic. Nee, ik denk Psychic trouwens. Zal ik even voor je kijken, want ik sta toch best wel ver voor. Oricorio. Wacht, dit is niet de juiste site. Geef me maar gewoon Serbi, dan komt het goed. De roze is... Wat is hier nou? Oh, hier. Psychic Flying. Oeh, ja. Dat soort. Ik heb dus Bite op mijn Arbok. Ah, en die is natuurlijk Poison. Dus dat vind ik een beetje risky. Dat is ook risky. En Steamboy heeft geen Rock-type en... Oh ja, dat is wel natuurlijk super... Oh, tuurlijk, hij is ook flying, zei je net. Dus ja. Dan kijk ik gewoon met lichtpuntje. Oh, tuurlijk. Bound, oké. Okay. Oeh, hier is wel een tweede shopgastje. Wat heeft hij in zijn shop? Dat weet ik niet. Een Master Ball! See! Meen je dat? Ah, ik hoop... Als ik hem nou krijg... Dan kan je nog terug voor die... En, even kijken... Even, ik... Oké, okay, we moeten na deze aflevering eventjes iets checken. Dat is goed. Ik vrees dus dat hij mijn headset niet heeft gepakt. Oh, maar ik heb jouw geluid, dus dat is niet erg. Ik heb jouw geluid. Oh, oké. Okay. Dan is het goed. Maar ik kan alleen mijn beeld gelukkig. Ik kon ook een Root Fossiel kopen. Dus dat is ook mooi. Dus die kan ik ook gaan inleveren binnenkort. Oké, okay, ik ben nu bij... Oh, dat kamp. Dat kamp. Dat huis... Van die huiswagens. Park. Achtig iets. Van die huiswagens, ja. Oh nee, dit zijn gewoon een appartement. Oh ja, en dan moet je links het strand op. Moet je niet rechtdoor? Volgens mij kan dat nog niet. De nieuwe... In deze games, dat zat niet in de chronische Namoon, hebben ze zo'n area erbij gecreëerd, zeg maar. Ah. Kijk, you learn something new every day. Precies. Oké, okay, ik ga Steamboy weer voorop zetten, want die heeft het laagste level. Dan ga ik deze server dude verslaan. Hoop ik dat hij niet een of andere zieke legendary heeft, maar dat zal hem wel weer. Ik kom een wilde Rayquaza tegen. Oeh. Dat is... Ik kom een Shelgon tegen. Of nou ja, een trainer heeft een Shelgon. Dat is ook leuk. Nou, daar heb ik niet echt tegen, dus iets tegen. Dus ik weet niet of ik het zo heel leuk vind, maar... Deze maar Hurry Cutter, kijk hoeveel dat doet. Oh! Oh! Als het zoveel doet... Doet bijna 50% jongen vanzelf. Bits. Sterker nog, het doet 50%, want ik kill hem in de tweede hit, dus... Zoals het hoort. Lekker bezig, Sander. Kijk. Zo heb ik het liefst. Ik moet wel zeggen, ik ben echt blij dat ik met jou nu opneem. Want anders had ik dus gehad, als ik nu een andere aflevering was op gaan nemen van Shuffle, yep. Had ik dus geen geluid. Yep. Dus dat scheelt weer. Oké, okay, ik heb nu geen idee welke... Oh, er staat een vlaggetje. Dat scheelt.
ik begreep wel dat in deze game een vlaggetje staat. Ja. Om het makkelijk te maken. Ja. Dat heb je in Sun & Moon niet, of wel? Jawel. Vlaggetje. Sun & Moon heb je dat ook, ja zeker. Ik kan me niet eens herinneren. Oeh, we gaan weer tegen Team Skull vechten, alweer? Yep. What the fuck, die hebben ook echt niks te doen met hun leven, hè? Dat klopt, ze hebben een hele stad, maar gewoon iets nuttigs doen met hun leven, maar... Oké, Sander. De stad is onderhouden. Oké, Sander, dus even iets belangrijks wat je moet weten. Je kent die berryhoopjes toch wel, waar Crabrawler in kan zitten? Ja. Ja, daarin zitten dus gewoon random items. Dus het zijn geen berries, het zijn gewoon random items. Oh. Dus dat is fucking goed. Ik ga nog niet de trial in, daar wacht ik mee tot de volgende aflevering. Ik wil eigenlijk deze aflevering zo meteen gaan beëindigen als jij klaar bent met jouw battle. Zeg je net nu ik in een battle stap met tegen Team Skull. Ja, als jij klaar bent met je battle dan... Ja, ja. Ik weet niet hoe ver ik nu ben. Oh, Piplup, hey, die kan ik wel... ik vind Piplup wel cute. Maar het is dat die tegen Chimchar staat, maar anders... Anders had ik ook wel ooit een keer Piplup gekozen. Ja, en Turtwig vind ik ook gewoon cool. Ja, Turtwig. Ik vind Turtwig dus... Turtwig heeft een beetje hetzelfde idee als Bulbasaur in mijn ogen. Ja, terwijl ik Turtwig wel vet vind dan Bulbasaur. Ja, Turtwig is gewoon beter uitgevoerd. Dus ja, dat. Ik denk, yay, Grass-type. Ik ga naar mijn Grass-type uit. Ja. Maar de Grass-type heeft geen Grass-type move. Sad. Het is mijn Ferrothorn Sheet. Ferrothorn Sheet, nice. Ja. Ja, dat is de nieuwe Middle Evolution. Ah, oké. Goed om te weten. Ken je die niet? Nee. What the fuck? Hey, denk jij bent Pokémon Master, jij weet het wel, maar... Ja. Ik heb een Mawile gevangen, dat is wel nice. Dat is zeker nice. Mag jij die? Oh ja, tuurlijk. Steel. Hoezo doet... Oh ja, rollout wordt natuurlijk steeds beter naarmate je het gebruikt. Even naar mijn teampie kijken. Ik heb... even kijken. Een Rock in Cranidos. Een Bug en Electric in Vikavolt. Psychic Steel in Solgaleo. Ground Dark in Sandile. En Rock Psychic in, hoe heet dat beest? Solrock. En een Steel Fairy in Mawile. Eik. En hij heeft Receiver. Even kijken, wat is dat? De Pokémon copies the ability of the defeated ally. Dat kan heel gunstig zijn, dat kan ook heel kut zijn. Ligt er maar net aan wat je ally hebt. Oh, ally. Oh ja. Ik dacht tegenstander, maar... Oké, dus dat is alleen interessant als je dan een dubbel battle hebt of zo. Ja. Oké. Ik ben in principe klaar met de battle. Oké. Dan gaan we de aflevering beëindigen. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vond je Sander nou een coole dude? Ga dan even naar zijn kanaal. Die staat in de beschrijving. En dan zien we jullie graag in de volgende aflevering. Ja, daar gaan we weer. Joejoe. Doei.